bodem in het Hageland is iets anders dan in Haspengouw meestal. In bodem hebben we zandrige gebieden en ook zandleem en leem. Het rare is soms dat op één perceel zelfs die drie structuren mogelijk zijn, wat het voor ons heel moeilijk maakt voor dezelfde constante kwaliteit te telen van bijvoorbeeld confraasperen. De bedoeling is dat de peren goed hard en groen zijn bij de oogst. Geven we voldoende water en is het van toepassing, dan hebben we die. Maar bijvoorbeeld met zandgronden of zo, dan kan het zijn dat we in de oogst gelere peren krijgen. Dus het is heel belangrijk dat er onderzoek gebeurt. Hoeveel water moet er juist gegeven worden bij welke textuur van grond? We staan vandaag in het laboratorium van de bodemkundige dienst. In dit laboratorium hebben we de bodemkwaliteit onderzocht van de boomgaarden, waarin dat we bestudeerd hebben wat dat de variatie is aan, in bodemkwaliteit. Het achterliggende doel van het project was om de variatie in de bodemkwaliteit in boomgaarden in het Hageland beter te begrijpen. Waarbij dat we hier specifiek aandacht hebben voor het vochthoudend vermogen van de bodem. Dus we weten dat het vochthoudend vermogen van de bodem een belangrijke invloed heeft op de droogtestress in de boomgaarden en de uiteindelijke effecten naar productie en naar kwaliteit. We weten ook dat in het Hageland een heel grote variatie aan bodemtypes aanwezig is, waardoor het voor de teler niet altijd evident is om daar gericht op in te spelen. En in dit project hebben we met behulp van een bodemscanner de variabiliteit in kaart gebracht. Dus die bodemscanner die gaat heel gedetailleerd een overzicht maken van de verschillen binnen de boomgaard. Die gaat werken met behulp van elektrische geleidbaarheid die kan gelinkt worden aan het vochthoudend vermogen. In het labo hier hebben we validatiemetingen gedaan om op bepaalde zones meer intensieve metingen te doen die dat dan achteraf kunnen gelinkt worden aan enerzijds de bodemscan en anderzijds de vruchtkwaliteit van de peren. VCBT heeft de peren gemeten op de percelen die de bodemkundige dienst heeft uitgekozen. En die waren uitgekozen op basis van de verschillen in vochthoudend gehalte. En in die percelen waren telkens een zone met weinig vochthoudend gehalte en een zone met een goed vochthoudend gehalte. En wij hebben dan telkens gemonsterd op de zone met laag vochthoudend gehalte en de zone met hoog vochthoudend gehalte. En we zien nadien dat die peren van de lage zone en de hoge zone, dat die verschillen in kwaliteit. En we hebben hardheid, suikergehalte, houdbaarheid na bewaring en productie en maat gemeten. Bijvoorbeeld in het perceel in Tieltwingen, daar hadden we een gele zone met een goed vochthoudend gehalte, waar de stressfactor 1 was en 1 is oké. En een rode zone met een minder goed vochthoudend gehalte, waar de stressfactor lager was dan 1. En we hebben om die beide zones hebben we vruchten gemonsterd. En we zien dat de hardheid, bijvoorbeeld bij oogst van die rode zone met slecht vochthoudend gehalte, dat die hardheid daar lager is. En dat die ook na bewaring steeds veel lager is. Dus in maart en in mei, als we de vruchten uithalen uit bewaring. En we zien ook dat de kleur van de peren, die krijgt een score van 1 tot 8. 1 is een groene peer en 8 is een gele peer. En die peren van de rode zone met minder vochthoudend gehalte, die zijn ook telkens geler dan die van de peren uit de goed vochthoudend gehalte. Nu, wat willen wij doen? We willen nu de telers telkens een advies gaan geven om hun zones met minder vochthoudend gehalte beter kunnen water te geven. En dat gaan we dan volgend jaar in een nieuw project gaan we dat oppakken en we gaan zien in welke periode van het jaar dat ze best hun peren water geven om de kwaliteit zo goed mogelijk te garanderen. Uit dit project hebben we geleerd, zoals we hier zien in die zones bij Tieltwing, maar eigenlijk komt het uit alle percelen, uit de 6 percelen die we bemonsterd hebben, dat er een relatie is tussen het vochthuishoudend gehalte in de grond en de kwaliteit van de peren die nadien geplukt worden. De vakgroep Fruit Hageland is zeer blij dat we kunnen hebben genieten van de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en dat er nu ook een vervolgproject komt, zodat we de juiste hoeveelheid water kunnen gebruiken voor een goede kwaliteit confraasperen te telen.